Danny, dit was het dan. Dit was het. Ja. Een afsluiting niet zoals je had gewenst. Nee, zeker niet. Ik sta hier ook echt met heel veel emoties. Ik bedoel, aan het eind van de rit zo vaak verliezen, dat doet echt heel veel pijn. Aan de andere kant, als je dan kijkt wat voor support en waardering je krijgt van de mensen, ook tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Ja. Dat maakt het wel bijzonder en dat geeft ook misschien wel aan dat je hier overheen moet kijken en over 4 jaar moet kijken. En met een beetje cynische humor kan ik zeggen, ik ben geëindigd zoals ik ben begonnen. Met heel veel nederlagen. Maar daartussen hebben we blijkbaar toch ook een hele hoop dingen goed gedaan. Als je ziet waar de club nu weer staat en de waardering die je krijgt van de mensen. Hoe was dat afscheid op het veld? Ja, emotioneel. Ik bedoel, als je 4 jaar zit, je bouwt een band op. Je geeft alles, je maakt fouten. Dat is ook logisch, denk ik, als je aan het begin van je carrière staat. Fouten maken sowieso menselijk. Maar wel altijd alles vol overgave gedaan. En als je dan ziet hoeveel steun je hebt gehad, hoeveel waardering van de mensen. Ja, joh, daar kan geen geld tegenop. Daar kan eigenlijk niks tegenop in het leven. En dat zorgt er ook wel voor dat ondanks deze tegenslagen en pijnlijke momenten, dat je elke keer weer de mouwen weet op te stropen en door weet te gaan. Want dat geeft gewoon heel veel energie. Nou, dan kijk je naar de wedstrijd van vandaag. Dat hebben jullie ook wel gedaan, die mouwen opgestroopt. Ja, zeker. Kijk, geven we wederom uit een corner een 0-1 weg. Persoonlijk fout wordt afgestraft. En dan krijg je daarna een grote kans op 1-1. 2 misschien wel, met Cyril. Kopbal. Na rust slecht verdedigd 0-2. Vecht je terug 1-2. Denk je, nou, daar gaan we. Binnen de minuut penalty tegen 1-3. Ja, en die 2-3 viel denk ik net te laat. Alhoewel we nog 1 grote kans krijgen, echt diep in blessuretijd. Maar ja, het is een beetje het verhaal van de laatste weken. Die gifbeker moest helemaal leeg. Aan de andere kant, wat ik net al zei, dat doet even pijn, die resultaten. Als je daarna ziet wat je terugkrijgt, dat vergoedt een hele hoop. Hoe kijk je nou over dat, want je noemt nu de laatste fase van dit seizoen. Maar jullie hebben ook een fase van het seizoen heel goed gespeeld. Hoe kijk je daar nu op specifiek dit seizoen terug? Heel typerend hoe het nu gegaan is. Heel wisselvallig. Goed begin van het seizoen. Een paar transfers eind augustus die wel cruciaal waren voor ons. Moet je opnieuw gaan bouwen. We hebben het heel wisselvallig gedaan tot aan de winterstop. Wel wat resultaat gepakt, maar mindere wedstrijden gespeeld. Na de winter, denk een maandje of 2,5, echt goede wedstrijden gespeeld. Goede resultaten gehaald. En nu aan het einde van het seizoen juist niet. Zeker nog wel 2 of 3 keer een goede wedstrijd gespeeld. Maar wel gewoon verloren. Met name door individuele fouten. En dat hoort ook helaas bij de sport. Dus als je dat totaal voegt, dan is het een heel wisselvallig seizoen geweest. En misschien verklaarbaar met zoveel wisselingen. En we waren niet stabiel genoeg om die goede spurt tussen januari en maart een vervolg te geven op het einde. Maar ook vandaag, je hebt gezien, die jongens doen er alles voor. En alles aan. Alleen uiteindelijk staat het wel na 34 wedstrijden waar je staat. En over dit hele seizoen was dat, als je mee had willen doen in de linkerrijtje, was het wisselvallig. Terugkijkend op 4 jaar, wat zie je dan als je absoluut hoogtepunt of hoogtepunten? Het zijn er een paar. Ik had gisteren een gesprek met Wouter Gudde. Dat is een mooi gesprek. Heel veel waardering vanuit hem. Dat hij zei, ik had nooit verwacht dat de club financieel zou staan waar ze nu staan vanaf het moment dat hij de club binnenkwam. En dat hebben we eigenlijk maar in een paar jaar bereikt. Dus daar ben je enorm blij om. Heel veel jonge jongens de kans geven. En vooral ook denk ik de afgelopen jaren een steentje bijgedragen aan de enorme saamhorigheid tussen het achterban en de club. En daar is vandaag het einde ook alweer een ultiem voorbeeld van. Want als je aan het eind van het seizoen zo vaak verliest, maar er blijven zoveel mensen op de tribune zitten en die weten zo snel die emotie om te draaien in positiviteit en dankbetuigingen en waardering, dan zegt dat, ik zeg vaak, woorden zeggen niet zoveel. Het wordt vaak bepaald door gedrag. Nou, dit gedrag vandaag heeft wel aangetoond dat we de afgelopen jaren ook met z'n allen iets goeds hebben gedaan. En nu? Nu is het even bijkomen, want qua emoties is het een rollercoaster. En dan gaan we de komende weken kijken wat het nieuwe avontuur gaat worden. Voor mij ook spannend, nieuw. Want ik kwam vanuit de amateurwereld eigenlijk een beetje onverwachts bij Groningen terecht. En we zijn nu al 4 jaar verder. Ik ben nog steeds maar 39. Dus voor mij, ik maak dit ook allemaal voor het eerst mee.
Succes en dankjewel. Ja, dankjewel, graag gedaan. Jullie ook bedankt.